Ja, Jannes, hoe kijk je terug op het vorige album, Laat Me Vrij? Dat is nu... Ja, toch heel positief. Ja? Ja. Laat Me Vrij was wel, toch wel het liedje waar ik zelf toch heel veel in geloofde. En ook dat de fans bij me komen en dat ze dat liedje, ja, toch heel veel aanvragen. En dat ze daar, qua gevoel, het liedje Laat Me Vrij, de titel van Laat Me Vrij, ja, daarom heb ik bewust gekozen voor dat nummer en die titel van het album. Ja. Omdat ik het zelf van het laatste album een van de mooiste nummers vind. Ja. En wat zeggen fans dan als ze het aanvragen? Ja, ik heb bepaalde mensen komen bij me en die vertellen dat ze heel veel kracht uit je muziek halen. Muziek is emotie. Ik ben zelf een feestbeest en ik mag graag feestjes goed feestelijk achterlaten. Ja. Maar het liedje Laat Me Vrij was wel een liedje, net als Adio Moradio, weer met gevoel. En dan, als dan ook mensen bij je komen en vertellen dat ze een beetje een moeilijke tijd hebben gehad. Nou, en dat ze uit zo'n liedje heel veel kracht halen, ja, dan vind ik het... Vind ik heel positief. Heb je daar bijvoorbeeld een voorbeeld van, je hoeft geen naam te noemen, maar heb je een voorbeeld van iemand die wat meegemaakt had en dan uit dat nummer een positief voor? Kun je daar een voorbeeld van geven? Een fan of iemand die naar je toe komt? Ja, er zijn wel meerdere fans. Ja. Maar voorbeeld daarvan was Tom. Tom was 16 jaar, is een leukemie. En toen in die tijd fan van mij, fan van Frans Bauer. En ik ben toen bij het afscheid geweest en ik... In een tijd dat hij het ontzettend zwaar en moeilijk had, op bed lag en niks meer wou. Niet meer wou eten, niet meer wou praten. Ja. Op dat moment ben ik bij hem en bij zijn familie thuis geweest. En toch de laatste momenten ook met hem gedeeld. En op een gegeven moment zat hij weer naast me en we keken samen televisie. Hij ging nog plassen. Op het moment dat hij zelf niet meer wou. Dus ik heb die jongen wel... Ze hebben toch een bepaalde kracht uit mijn muziek gehaald. Dat was een liedje, Ik wil naar Griekenland. Okay. Dat vond hij een topliedje. Dat was feestelijk. Ja. En later heb je nog een jongetje Bjorn en een jongetje Sander. Sander is ook begraven op het liedje Adio Moradio. En zijn er meerdere mensen die daar... Met het liedje Adio Moradio zijn begraven, het laatste liedje. Het lijkt mij dan, voor jou lijkt het een hele grote eer. Het lijkt me ook best wel zwaar soms als je dit soort verhalen ook van fans hoort. Ja, ik neem te veel mee naar huis. Ik krijg slapeloze nacht, word zwetend wakker. Dat is in principe, ik kan het als persoon niet, ik kan die knop niet omdraaien. Ik neem te veel... Ook verdriet met dat soort dingen neem ik mee naar huis. En ik heb de afgelopen tijd ook veel dingen moeten zeggen naar de managers moeten zeggen, ja, Jannes kan het gewoon niet. Jannes is daar in principe geen mens voor. Ik kan die knop niet omdraaien, ik zie het verdriet van andere mensen. Ja. Dat is moeilijk. Maar dat is ook een kracht van jou natuurlijk. Absoluut, ja, wel, denk ik wel. Ja. Ik heb laatst nog iets gedaan en kwamen ze persoonlijk aan de deur en ze belden. Als ik nog iets wou doen voor een meisje, is ook helaas overleden, dat was 3-4 jaar. Ik kan dat niet. En ik heb laatst die mensen nog gezien. En ze hebben gevraagd als ik bij het afscheid wou wezen, bij de begrafenis, of crematie. Ik heb gewoon gezegd, het lukt mij gewoon niet. Dat kan ik gewoon niet. Merk je dat op een gegeven moment, dat mensen dat wel begrijpen? Ja, ik heb de ouders laatst gezien op een feestje ergens. Je hoeft alleen elkaar maar aan te kijken en ze snappen het precies. Okay. En bij andere ouders, van Tom, Sander en Bjorn, die zie ik ook regelmatig bij optredens. En je ziet ze staan en je doet een praatje en je vraagt hoe het met ze gaat. En, is vaak moeilijk. Ja.